Welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Sahar Afzal en ik ben sinds een jaar de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. En ik zit hier samen met mijn gast Hans Hille en wij gaan het vandaag hebben over Europa en defensie. Ik denk dat het inderdaad af is gelopen. Hans Hille is oud-minister van Defensie van 2010 tot 2012, als ik het goed zeg. En hoe kijkt u terug op die 2 jaar dat u minister was? Nou, in de eerste plaats zou ik willen zeggen het leukste om met jou te praten. Omdat mooi, ja. In de politiek gaat de oudere generatie op een gegeven moment uit en de nieuwe generatie klopt aan. Maar je geeft elkaar zelf een hand, hè? Zeker, ja. En je wordt, laten we zeggen, over het algemeen gesproken niet veel met elkaar gesproken. Dus de jongeren zijn dan, die vinden dat er veel moet veranderen. De ouderen hebben zoveel geleerd dat ze er best wat over zouden willen zeggen. Ja. En het komt weinig voor dat je met elkaar praat. Dus ik vind het heel leuk om met elkaar te praten. Mooi. Ja. Nee, ik denk wel zeker dat het vaak een beetje die generaties tegenover elkaar staan. Hè? Dat merk je ook wel nu bijvoorbeeld met 50+. Dat je dan inderdaad die generatiebotsing hebt van jullie willen niks voor jongeren. Of wij geven bijvoorbeeld niks om ouderen. En denk ik dat dat wel een groot probleem is. Ja, absoluut. Het is zelfs ongezond. Ik herinner mij dat we eerder een oudere partij in de Tweede Kamer hebben gehad. En die stemde tegen de kinderbijslag. En dan denk je, hallo, zeg, we zitten toch in hetzelfde land. En bovendien, het zijn je eigen kleinkinderen. Waar heb je het er toch over? Ja. Maar dat gaat dan wel zo. Dat is ongezond. Ja. En denkt u dat het dan ook komt dat er te weinig jongeren in het parlement zitten? Of dat er te weinig, dat daar ook niet de goede afspiegeling is van de samenleving? Nee, want ik vind dat jongeren helemaal niet in het parlement hoeven te zitten. Er zijn allerlei fases in je leven waar je dingen moet doen. Ik vind dat jongeren zich voornamelijk moeten oriënteren op hun kundigheden. Dus leren. En studeren, maar ook nadenken en ook toch ook aan je persoonlijkheid werken. Dus wat jij nu hebt gedaan met de Verenigde Naties vind ik ongelooflijk goed voor je vorming. Daar leer je veel van. Zeker. Maar anderen zijn bijvoorbeeld bezig met topsport of met gewone sport of zijn bezig om bestuurtjes te leiden of wat dan ook. Het heeft met je vorming te maken. En op een gegeven moment, als je, laten we zeggen, zo tegen de 30 bent en je hebt breder om je heen gekeken, ik denk dat je dan ook eens moet denken om de politiek in te gaan, maar niet te jong. Niet te jong. En vindt u dan niet dat er heel veel jongeren zeggen van ik kijk naar die politiek, maar ik zie eigenlijk niemand die op mij lijkt. Ik zie niet een jong persoon of een... ik hoor dat heel vaak van jonge mensen van ik zie alleen maar mensen in pakken lopen en ik zie niemand die op mij lijkt. En daardoor zijn er ook heel weinig jongeren die maar gaan stemmen bijvoorbeeld. Ja, maar de vraag is of je dat van de politiek moet verwachten. De politiek is niet een afspiegeling van de samenleving waarin je alle gekakel hoort, wat je ook in de samenleving hoort. De politiek is uiteindelijk, dat we zeggen, het besturend mechanisme van onze democratie. Daar moet je niet alleen een mening over hebben of een mening voor hebben, maar je moet ook heel veel dingen gezien hebben. Je moet dingen af kunnen wegen. Je moet ook je eigen belangen opzij durven zetten om andere belangen ook voorrang te geven. En dat is dus veel ingewikkelder dan alleen maar je mening te laten horen. Ik vind sowieso dat in onze tijd tegenwoordig, waar communicatie een centrale rol speelt, de eigen mening zo op de voorgrond staat, terwijl als je in Nederland, we hebben 17 miljoen mensen bijna. Dat zijn 17 miljoen meningen. Dat is niet één mening, dat zijn 17 miljoen. En de kunst is daar iets van te maken wat we met elkaar kunnen verstaan, wat we met elkaar kunnen meemaken. En daar, dat is de politiek, dat is het hele moeilijke gevoel. Net als een dirigent van heel veel tonen muziek moet maken, moet een politicus van heel veel geluid toch één melodie proberen te maken. Dat is niet eenvoudig. En heeft u wel eens zelf ook beleid uitgevoerd waar u zelf misschien een andere mening over had? Zeker, als minister van Defensie. Ik heb als minister van Defensie ontzettend moeten bezuinigen, waar ik het fundamenteel mee oneens was. Maar iets anders was dat we hadden toen een economische crisis. En we hadden toen Griekenland, waar heel veel geld heen moest. En dan is het alle hens aan dek en first things first. En dan gebeuren dat soort dingen. Maar elke euro die ik bij Defensie weghaalde, vond ik verkeerd. En dat vond ik heel erg om te doen. En waarom deed u dat dan toch? Dat u toch denkt, ik ben hier zo tegen, maar toch ga ik bezuinigen? Of ik dit als persoon ook? Nou ja, als persoon, je zet je als persoon een beetje op de achtergrond. Jouw mening telt niet meer, je bent functionaris. En je wist dat dit soort dingen moest gebeuren, omdat het in de omstandigheden nodig was. En een probleem is ook dat als je minister wordt, ik hoop ook dat jij dat een keer wordt, maar als je minister wordt, dan vragen ze nooit wat jij vindt of wat jij wilt. Dat is heel raar. Als jij in het bedrijfsleven de baas wil zijn van bijvoorbeeld Philips,
Dan gaat de Raad van Commissarissen uitgebreid met jou overleggen wat jij vindt, wat zij vinden. En op een gegeven moment mag je dan CEO worden. Maar bij de ministerschap is het zo dat alles afgesproken. Het regeerakkoord ligt er. Ja. De fracties hebben ermee ingestemd. En je krijgt als minister gewoon een opdracht van luister eens vriend. Hier ligt een taak en voer het maar uit. Met andere woorden, je hebt geen eigen mening meer dan. En verschilt het niet per portefeuille? Nee hoor. Alleen gaandeweg zal de werkelijkheid altijd wat anders blijken dan wat opgeschreven is. En krijg je gaandeweg wat meer ruimte. Maar in het begin, de afspraken die in het regeerakkoord liggen, die liggen vast. En dat is echt heel moeilijk als je zelf ook een oordeel hebt. Ja. Om je helemaal te moeten terugschroeven tot datgene wat anderen hebben afgesproken waar ze jouw mening niet over gevraagd hebben. Ja, dus in principe, wat ik merk dan, ik werk wel vaak samen met de minister van Buitenlandse Zaken, dat die vaak nog wel, dan zijn er ambtenaren die zeggen, nou, ga maar naar deze reis, dat er soms wel ook voor minister zelf speling is om te kiezen van, nou, ik vind dit interessant of dat niet. Ja, maar dat is iets anders. En ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken ook veel meer ruimte heeft om zijn eigen zin een beetje te doen. Maar uiteraard ook weer binnen de mening van Nederland. Hij mag niet zomaar ineens bijvoorbeeld met een land oorlog gaan verklaren. Nee, of zo, noem maar wat. Maar hij kan wel daarin gaan wat hij wil. Maar voor Defensie geldt dat alles wat je daar doet heeft bijna met geld te maken. Hè? Of het nou het salaris van de militairen is, of dat het nou een wapensysteem is, of wat dan ook. Het heeft allemaal met geld te maken. En vindt u eigenlijk dat we 2% van ons nationaal product zouden moeten geven aan de NAVO? Zeker. Veiligheid is een onderdeel van je systeem. En veiligheid kost geld. Dus net zoals jij op je deur, op je huisdeur een slot maakt. Dus net zoals jij je verzekert tegen brand. Dat zijn ook veiligheidsvoorzieningen die je thuis treft. Zo moet je ook als land verzekeren tegen onveiligheid. En daar heb je voor extern heb je een krijgsmacht nodig en intern de politie. En denkt u dat dat in de toekomst gaat lukken? De komende jaren, we krijgen volgend jaar verkiezingen, een nieuw kabinet. Komt er dan meer geld voor Defensie? Ja, misschien wel, maar het ene keer wat meer en de andere keer wat minder. Ik zat in de tijd dat het wat minder was. Maar dat is op zich eigenlijk te weinig. Je moet eigenlijk met elkaar goed afspreken waarom je veiligheid wil hebben en wat voor veiligheid je wil hebben. En daar dus ook het geld voor reserveren wat je wilt. Wat er in Nederland gebeurt, over een langere periode gezien, is dat de uitgaven voor ons welzijn, en dat is met name sociale zekerheid, en zorg, die zijn ongelooflijk veel groter geworden. En Defensie bijvoorbeeld is een beetje naar beneden gedruppeld. Maar je moet je voorstellen dat zeg maar een jaar of 40 geleden werd voor volksgezondheid op de begroting per jaar zo'n beetje, nou, zeg eens wat, 5, 6 miljard uitgegeven. Dat is nu 75 miljard. En de defensieuitgaven waren toen ook zo'n beetje 8 miljard. Er zijn het nog steeds. Ja. Dus er is dat soort uitgaven, veiligheidsuitgaven, zijn in al die jaren eigenlijk heel erg sterk achtergebleven. En de mensen zijn steeds meer geld gaan willen hebben. Want dat hoor je, als je nu gaat vragen bij de verkiezingen, waar moet er meer geld heen? Zet iedereen zorg en onderwijs dan. Ja, onderwijs, sociale zekerheid. Maar er zijn veel partijen die dat niet willen. Die zeggen van ja, waarom moeten wij, we moeten meer investeren in diplomatie, we moeten investeren in het aanhalen met banden met andere landen in plaats van in defensie. Dus is er ook kamerbreed, is er niet per se een meerderheid zegt, er moet meer geld naar defensie. Uiteraard, en er worden ook vaak de mensen naar de mond gepraat. Want als je thuis zit, kan je al die afwegingen niet precies maken. Maar neem van mij aan dat de wereld internationaal zo cynisch in elkaar zit, dat als je niet je eigen positie kunt waarmaken met ook militaire kracht, dat er helemaal niet naar je geluisterd wordt. Stel je eens voor dat ik morgen met Poetin moet gaan onderhandelen in een land wat zijn leger heeft afgeschaft. Dan krijg ik een kop koffie van mij, kijk me stralend aan en zegt, vertel het jongen. En wat heb je van mij te bieden eigenlijk? Maar en als hij heeft de Krim ingenomen, omdat hij dat uit machtspolitieke overwegingen nodig vond, en zich amper afgevraagd of Oekraïne dat wel prettig vond of niet. Nee, hij had een Krim nodig voor zijn eigen politiek thuis. Met zulke leiders kan je alleen maar praten als je achter jezelf ook nog een leger hebt staan. En vindt u dan dat, we hebben nu Trump, die heeft nu gewonnen in Amerika. Die heeft eigenlijk gezegd, nou Europa, ga maar eerst zelf een keertje je legers of je meer geld uitgeven aan defensie. Denkt u dat een andere machtsverhouding daardoor optreedt? Dat zou heel goed kunnen, maar we hebben natuurlijk de afgelopen zeg maar 20, 30 jaar veel te veel geleund op Amerika. Die hebben ongeveer al onze problemen opgelost. Ik zal een voorbeeld geven. De Balkanoorlog bijvoorbeeld. Die kwam de verhoudingen pas eigenlijk goed hersteld toen Amerika ging meedoen. Daarvoor Europa was verdeeld. En er werd halfslachtig ingegrepen. En dus ging die oorlog maar door. Dus dat de Amerikanen nu
tegen ons zeggen, ja luister eens jongens, wij hebben nou zoveel opgelost. Jullie zijn een keer aan de beurt, dat begrijp ik heel goed. En ik vind ook dat wij dat zelf moeten willen. Maar een probleem bij Europa zal wel blijven, dat we verdeeld zijn over heel veel dingen. Maar dus we komen wat los van Amerika waarschijnlijk. En wordt het dan ook anders politiek gezien? Dat we dus inderdaad meer andere meningen ook krijgen dan Amerika? Of denkt u dat we nog wel op één lijn zullen zitten en uiteindelijk toch wel weer geholpen zullen worden door Amerika? Nou, Amerika kijkt geopolitiek, zoals dat heet, de hele wereld rond. Die kijkt waar liggen onze belangen en waar gaan we in de toekomende tijd problemen krijgen of last mee krijgen. En hun focus is op het ogenblik gericht op China. En ze zeggen, China is zo aan het militariseren. En de Chinese zee, daar zitten waarschijnlijk heel veel delfstoffen en zo. Daar willen ze kennelijk de macht gaan uitoefenen. En die hele omgeving, Vietnam, Indonesië, Japan worden daar heel nerveus van. Dus daar gaat het onderjaar komen. Dus ik ga mijn aandacht verschuiven die kant uit. Wij zitten met Poetin op één continent. En het zou heel verstandig zijn als wij met Rusland een veel betere verhouding zouden krijgen. Omdat Rusland heeft veel grondstoffen, we hebben veel markt. En we kunnen elkaar eigenlijk veel voor elkaar betekenen. En dat we op het ogenblik eigenlijk met getrokken nagels naar elkaar toestaan, is heel onverstandig. Dus we hebben ook wel zelf wat te doen. En of Amerika dat leuk vindt of niet, het is sowieso een Europees belang om op ons eigen continent geen oorlog te hebben. Nee, maar nu heeft Trump gezegd, hij wil meer met Poetin gaan doen. Hij wil meer die banden aanhalen. Is dat dan niet ook een grote kans voor Europa om hetzelfde te doen? Ja, zeker. Maar wij moeten het niet willen omdat hij het wil. Wij moeten het willen omdat het gewoon in ons eigen belang is. Amerika heeft eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog, vanaf de ontwikkeling van de NAVO, ons wel geholpen, maar tegelijkertijd heel goed gevonden, of eigenlijk prima gevonden, dat het slagveld niet bij hun was, maar bij ons. Ja. En wij hebben er belang bij dat het slagveld niet bij ons is. Dus wij moeten zorgen dat op ons deel van de wereld, dat is het continent Azië-Europa, dat we daar geen oorlogssituatie hebben. Nou, daar is Rusland een van de grootste spelers. Laten we proberen met Rusland goede afspraken te maken. En als we dus dan met Rusland goede afspraken maken, komt er dan ook vrede in Syrië? Syrië, of sowieso in het Midden-Oosten, Syrië is een groot probleem. Wij in Europa hebben een beetje de neiging om daar te romantisch naar te kijken, over de goeie en de kwaaie. En de goeie zijn dan degene die democratie willen en de kwaaie zijn degene die dat niet willen. Maar in het Midden-Oosten bestaat er heel weinig traditie van democratie. Daar is over het algemeen, door de eeuwen heen, is er altijd met harde hand geregeerd. Je moet niet verwachten dat het morgen ineens democratisch gaat. Het tweede is dat er heel grote economische belangen zijn, gas, olie en zo. Dus er zijn allemaal spelers die onzichtbaar voor ons vaak, maar aan het rotzooien zijn. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld toen de opstand tegen Assad begon, hoe kwamen die opstandelingen eigenlijk aan wapens? Die zijn bevoorraad door andere landen. En er zaten echt miljarden euro's achter om die opstandelingen te bewapenen. Nou, Rusland heeft er belangen. Europa heeft er zelf ook belangen van vroegere koloniën. Engeland en Frankrijk zitten daar veel dieper in dan Nederland. Wij weten er eigenlijk in verhouding weinig van. Het is een wespennest. En je kan het onmogelijk zeggen, want als je dat doet, alsof je dat doet, is het afgelopen. We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan. En een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen is zorgen dat Amerika, Europa, Rusland en China over al dit soort problemen één lijn trekken. En dan kan je met z'n vieren zeggen tegen landen waar op een gegeven moment de vlammende pan gaat, jongens, dempen, anders komen wij als politieagent de zaak stilleggen, maar proberen te dempen. Maar zolang we er verschillend over denken, gaat Rusland de ene partij helpen, wij de andere partij helpen, en hou je ten eerste het conflict aan de gang, en ten tweede is de burgerbevolking daar het slachtoffer van. En Syrië is dramatisch. Ja, want ik ben een paar keer natuurlijk bij de VN geweest, ook in de Veiligheidsraad gezeten, wanneer er ook vergaderd werd over Aleppo, van ja, moeten we daar een no-fly zone creëren? En wat ik dan zie, is eigenlijk alleen maar Amerika en Rusland die naar elkaar aan het schreeuwen zijn, en dat is het. En ik heb ook wel Nederland gevraagd, want er was een resolutie, die lag er. En Rusland had dezelfde, maar iets zwakker. Maar dan weigert ook het Westen om dan wel die resolutie te accepteren. Ja, dan denk ik, ja, waarom? Dan is het misschien iets minder goed zoals wij het willen. Maar het gaat wel over die burgers daar. En dan gaan wij daar ook niet mee in zee. Nee, dat is ook zo. Maar daarom is politiek zo moeilijk. Het is één groot schaakspel. De ene partij zet expres een woord erin waarvan die weet dat hij over de extra ogen van de andere gaat. Ja. De andere partij doet expres een concessie niet om te kijken hoe het geduld bij die ene weer is. Het is schaak over en weer. En dan zit aan onze kant Amerika, Europa, zitten een aantal verschillende belangen nog. Rusland kan meer vanuit één belang
lang spreken, maar is een meester. De meeste schaakkampioenen kwamen vroeger uit Rusland. Is een meester in het schaken, in het vooruitdenken en weten op welke manier ze ons maximaal kunnen irriteren, maar ook hoe ze ons maximaal tegemoet kunnen komen. En zo'n spel is geven en nemen, dat is heel erg moeilijk. En het probleem is dat heel vaak de mensen die vooraan staan dat spel niet helemaal goed beheersen. Als het een goede tussen zit, dan kan je problemen oplossen. Maar vaak wordt het aan de gang gehouden omdat er gewoon domme fouten worden gemaakt. En is het mogelijk voor China, Rusland, Amerika, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, om ook met Syrië te gaan praten? Want dat doet Rusland natuurlijk wel. Maar wij laten eigenlijk overal in die machtsverhoudingen praten wij niet met Syrië, of zeggen dat we dat niet doen. Met wie moet je praten? Maar ik zal een voorbeeld geven in Libië. Toen ik minister was, is het regime veranderd in Libië. Hè? Ja. Dat is met name door het ingrijpen van het Westen is Gaddafi uiteindelijk zelfs om het leven gekomen. Hè? Daar lag een resolutie van de Veiligheidsraad. Ja. Die resolutie was gesteund om te zorgen dat de zaak niet uit de hand zou lopen. Die resolutie was gesteund ook door Rusland en ook door China. Dus er was geen veto. Dat is iets heel kostbaars. Dat wil zeggen dat je dan China en Rusland mede verantwoordelijk maakt voor op de manier waarop je daarmee omgaat. Maar dan dat die resolutie was aangenomen, is het Westen, zonder zich verder nog iets van Rusland en China aan te gaan trekken, is daar gaan bombarderen. Ja. Toen waren de Russen en de Chinezen des duivels. Dat is het typisch van die dingen, dan ben je onverstandig, dan heb je veel te veel geldingsdrang. Dan wil je het laten zien dat je ook aan je burgerbevolking, dat je daar bent om die mensen daar te helpen. Dus naar je eigen mensen toe. Met name was het toen president Sarkozy in Frankrijk die het initiatief nam. Hij had ook gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En zou ook met zomaar meegespeeld kunnen hebben. En die neemt dat initiatief om erin te gaan. En dat gaat dan feitelijk door de porseleinkast heen. Want op dat moment gaat dus die hele delicate band die met Rusland en China was opgebouwd aan het scherven. En dat betaal je vervolgens in Syrië. Want toen wij met Syrië te maken kregen, zegt Rusland, ja, wij doen daar niet meer mee, want met Libië ging het ook niet goed. En dus zie je dat alles met elkaar te maken heeft en dat je werkelijk ongelooflijk goed moet zijn, professioneel. Je moet goed weten wat er allemaal speelt. En je blik op de wereld om je heen hebben om in dat hele moeilijke schaakspel geen fouten te maken. Maar naar het publiek toe wordt het altijd herleid als de goede en de slechte, weet ik wat. En dan lijkt het allemaal alsof die niet luistert of die niet luistert. Maar het spel is veel ingewikkelder. En waarom bombardeert Nederland dan ook in Syrië? Waarom hebben we daar dan toe besloten? Ook al weten we hoe dat machtsspel zit. We weten van, nou, er is geen goed, geen slecht. Maar toch gaan wij wel meedoen. Nou, we hebben Libië bijvoorbeeld niet gebombardeerd. Juist daarom. En we hebben dus tegen onze westerse bondgenoten gezegd, het gaat niet goed, wij trekken hier een streep. Niet omdat we pacifistisch zijn, maar omdat we op het ogenblik heel dom aan het doen zijn. Want we gaan een stap te ver, de Russen en de Chinezen zijn nog niet zo ver. We hebben in Syrië hebben we gezegd, de nood is daar zo hoog. En de Russen welke nood? De burgernood is daar zo hoog dat het conflict zo gauw moet stoppen. En kijk, bijvoorbeeld de ISIS. Dat is voor een belangrijk deel, zijn dat ex-militairen van Irak, van Saddam Hussein, die Syrië zijn binnengetrokken. Wij zijn niet gaan bombarderen in Syrië zelf, in Irak. Ja. En juist met het oog om die strijdmacht wat af te remmen. En werkt dat genoeg? Te weinig. Ik bedoel, het conflict is nog volledig gaande. Maar ik zeg niet dat we het conflict hadden kunnen voorkomen. Maar de hele Arabische lente is vanuit het Westen veel te veel als romantisch ideaal gezien en veel te weinig als werkelijk weliswaar een regime change, maar waar je wat verder op afstand van moest blijven en je niet zo gauw meer moest bemoeien. Wij hebben te vlugge mening, net zoals we overigens ook te vlugge mening hadden over Oekraïne. Over de Oekraïne hebben we ook stonden onze politici mee te demonstreren. Ja. Bij de demonstraties in de Oekraïne. Wat hebben we daar te zoeken? Waarom doen we dat? Laten we nou eerst eens rustig afstand kijken. En voordat wij die problemen eigenlijk doen oplaaien, omdat we ons te vroeg ermee gaan bemoeien. En wat is onze rol dan verder nu? We leven nu 2016, bijna 2017, in het Midden-Oosten. Wat moeten wij daar nog doen dan? Nou, eerlijk gezegd vind ik dat Europa, als het enigszins kan, zoveel mogelijk zich niet moet laten zien. Je moet pas militair meedoen als het een coalitie is van heel veel. Maar je moet niet zo gauw je geldingsdrang hebben. Met name bij Frankrijk en Engeland merk je dat het oude koloniale heersers zijn die nog steeds belangen hebben in die gebieden, die heel gauw internationaal denken. Duitsland,
wat de oorlog heeft gehad, is tegenwoordig ontzettend verlegen eigenlijk ermee. En gedraagt zich ook heel terughoudend. En ik vind dat Duitsland vaak heel verstandig is. En Engeland en Frankrijk, die nog steeds ook in de Veiligheidsraad zitten, ik vraag me af waarom. Europa zou in de Veiligheidsraad moeten zitten, maar niet Engeland en Frankrijk. Maar omdat ze er nog in zitten, blijven ze maar die idee houden dat zij wereldspelers zijn. Maar dat zijn ze echt niet meer. Maar nu, we hebben dus nu nogmaals die verkiezingen met Trump gehad. Denkt u dan ook dat die verhoudingen in het Midden-Oosten anders worden? Dat we dus meer terughoudend gaan zijn, wat meer terugtrekken? Denkt u dat? Nee, want ik denk dat wij nog steeds veel te hitsig zijn. Er is nog steeds een neiging om ons met alles te bemoeien. En we hebben een sterk rechtvaardigingsgevoel. We willen de hele tijd maar democratie en weet ik wat allemaal. Willen we de hele tijd maar beleiden en dat moet daar en dat moet daar. Terwijl landen de gelegenheid moeten geven op een rustige tempo zichzelf te ontwikkelen. Dus we moeten wat minder zendingsdrang hebben. Dat zou van Europa uit heel goed zijn. En in Tunesië is het natuurlijk ook een Arabische lente geweest. Dat gaat wat beter. Nou, zeker als vergelijk met Libië of met Syrië. Langzamerhand komt daar een soort van democratie. Is dat dan niet een voorbeeld van waar het wel kan? Ja, maar Tunesië was ook het eerste land waar dan die zogenaamde Arabische lente begon. Maar bijvoorbeeld in Egypte is het niet goed gegaan. Terwijl Egypte democratisch gezien een grotere traditie heeft dan Tunesië. En dan zie je hoe ontzettend moeilijk het is. Bovendien heb je in al die landen, zeker ook in Egypte, te maken met een hele jonge bevolking. En die hele jonge bevolking moet zijn werkgelegenheid krijgen, moet zijn welvaart kunnen opbouwen. En dat is daar vaak nog niet mogelijk. Dus er zit heel veel spanning in die samenlevingen. En dat wil zeggen dat je daar heel, heel voorzichtig, heel doordacht mee om moet gaan. Maar ik denk sowieso, dat zie je ook, een jongere generatie heeft ook vaak een hele ander stemgedrag of een ander gedrag dan de oude generatie. Kijk naar Brexit. Nou, welke generatie stemde voor Remain? Of bij Trump, wie stemde er vooral voor Hillary? Zijn die jonge mensen? Denkt u dan niet dat in de komende jaren, als dus mijn generatie aan top komt, dat daar dan een verschuiving plaatsvindt in gedrag? Of zullen wij ook weer van jullie kopiëren wat jullie nu gedaan hebben of uitvoeren? Ik vrees het laatste, want toen wij aan de deur klopten van de macht, toen hadden wij ook allemaal gedachten over vernieuwing en over dat alles beter moest worden. En op een gegeven moment schuif je de stoeltjes in waar je het voor het zeggen hebt. En dan merk je dat je al zo ingeklonterd bent in alle afspraken die er zijn, dat de bewegingsruimte die je zelf hebt al bijna nul is. Ik heb het straks gezegd, als minister is het regeerakkoord al klaar. Dat is één voorbeeld. Maar sowieso, als je in de Tweede Kamer wordt gekozen, je kan wel allemaal dingen vinden, maar je komt in een fractie. In die fractie moet je de dingen met elkaar doen. Stel, jij komt in een fractie met 40 jongeren. Huppakee, in één keer groot. Hè? Ja. En jij wordt woordvoerder verkeer. Dan wil jij ook dat jij dat dan bent. Dan zeggen allerlei andere mensen bij jou in de fractie, ja, maar daar willen wij ook wat over zeggen. Ja, dat kan niet. Ga jij nou over de boeren en ga jij nou over de economie en ik ga over het verkeer. Dus daar ga je al verdelen. Maar als jij dus verkeer inderdaad voor jezelf krijgt, zeg jij niks meer over de boeren. Zeg jij niks meer over de economie. Nee. Dat doen anderen dan. Dus dan merk je al dat je een stukje van jouw zeggingskracht hebt overgedragen. Dan kom je thuis en dan zeggen je vrienden tegen me, hey, hallo, zeg, je zou wat over de boeren zeggen. Ja, maar dat gaat in onze fractie anders. Ik doe het verkeer. Dan zeggen ze, al zie je wel, je bent al in het systeem ingevoegd. Maar nou, dan zijn er nog geen problemen. Maar gaandeweg zal je merken dat je plaats eigenlijk steeds kleiner wordt, maar dat je op dat kleine plekje op zich wel veel invloed kan uitoefenen. En de kunst is dan geestverwanten te hebben, de ene op dat onderdeel, de andere op dat onderdeel, en het dan goed met elkaar af te stemmen. Maar je zal zien in de praktijk dat het ongelooflijk lastig is. Maar is democratie dan de beste manier om een land te regeren? Of om een land vorm te geven eigenlijk, als het nu zo vaak misgaat? Nou, democratie wordt veel te veel als doel gezien. Het is een middel. Het is een middel om op een gegeven moment om besluiten te nemen. Maar besluiten kun je ook op een hele andere manier nemen. Het belangrijkste is dat je draagvlak hebt. Draagvlak dat de mensen het eens zijn met datgene wat je doet en daar rustig onder blijven, dat je samenleving stabiel is. Als jij naar school toe ging na de vakantie, dan wist je altijd split second bij welke leraar het keten werd en bij wie niet. Ja. Daar had je geen stemming voor nodig en had zijn mond niet eens open hoeven doen. Maar je wist het. Waarom weet je dat? Omdat leiderschap laat zich zien, maar gebrek aan leiderschap laat zich ook zien. En democratie is op zich goed dat iedereen mee kan praten. Maar er zijn heel veel geluiden, om die te verzoenen is weer heel moeilijk. Dus je moet leiders hebben die dat kunnen. En waar wij in Nederland bijvoorbeeld veel meer zouden in moeten investeren is niet in democratie, maar in het ontwikkelen van leiderschap. En te zorgen dat mensen inderdaad ook zodanig evenwichtig en met invoedingsvermogen leiding kunnen geven in het land, dat de mensen denken, aan hem kan ik mijn stem toevertrouwen. Dus wij hebben nu geen sterke leider nog in Nederland? Nee, bij ons ligt de nadruk te veel op de marketing.
De verkiezingen zijn het eigenlijk natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar het geldt ook voor Trump en Clinton, hoor. Het was alleen maar marketing. Ja. Dat wil zeggen, reclame maken en de mensen van alles wijs maken. En de mensen hebben dan het gevoel dat je bijvoorbeeld een band met Trump heeft. Maar Trump heeft helemaal geen band met jou. Die roepen was wat. Bij Obama anders? Het is bij ik vind de Amerikaanse democratie een voorbeeld van hoe het niet moet. Ik vind een voorbeeld van dat marketing een veel te grote plaats heeft ingenomen. Dat het veel meer is om de burgers voor een korte tijd voor je te winnen. Een quasi-sfeertje te scheppen. En daarna gaat Washington zijn eigen gang wel weer. En dan vind ik dat democratie een beetje een eerder hinderlijk wordt. Want daar worden de mensen gefrustreerd van. Eerder hinderlijk wordt dan dat het goed functioneert. Democratie is heel moeilijk. Maar leiderschap is ook heel moeilijk. Bij ons ligt ook in Nederland veel te veel de nadruk op ik heb een mening, die moet ik kunnen uiten. En iedereen uit zich. En er is één grote cacophonie van geluiden. Maar we vergeten om daar één melodie van te maken. Die kunst, die vergeten we volledig. Als je van de week heeft Pechtold nog iets gezegd over bedreigingen en zo. Gisteren naar rechtszaal, ja. Je wordt, als je eenmaal in de politiek zit, word je als oud vuil behandeld in de publieke opinie. En je zou eens moeten kijken wat er op Facebook of zo allemaal over je gezegd wordt. Dat is werkelijk schandalig. En iedereen vindt dat dat nog moet kunnen ook. Omdat, ja, dan moeten die lui daar maar niet zitten. Maar de meeste politici in Nederland, ik zeg niet dat ze allemaal briljant zijn, maar de meeste politici in Nederland zijn hardwerkende mensen die eerlijk en oprecht bezig zijn voor hun samenleving. Maar ze krijgen over het algemeen meer stank dan dank. En dan, daar moet je tegen kunnen. Ja. Maar het belangrijkste is dat je uiteindelijk met elkaar iets moet krijgen waar iedereen tevreden over is. Je ziet in Nederland de boosheid door de straten gieren. Terwijl we een van de rijkste landen ter wereld zijn, een van de best verzorgde landen. En dan denk je, waar komt die kortsluiting toch vandaan? En dat zit voornamelijk in het falen van onze democratie. Niet omdat die te weinig is, maar waarschijnlijk te veel. Maar heeft het ook te maken dat bijvoorbeeld we hebben leiderschap, we hebben meerdere fractievoorzitters, dat er ook wel weer daar niet een deficit met representativiteit zit. Dat bijvoorbeeld weer, we hebben hoeveel mannelijke fractievoorzitters, hoeveel vrouwen, eentje. Dat ook heel veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Die zien zichzelf ook niet terug. We hebben het natuurlijk eerder dan over de jongere generatie gehad. Maar dat ook heel veel mensen zeggen, ja, ik kijk naar tv, maar ja, wie zie ik? Mark Rutte, maar daar herken ik mezelf niet in. Denkt u ook niet dat om meer draagvlakken in de samenleving te creëren voor politici, dat er ook een betere afspiegeling moet zijn? Nee, ik denk dat je het gezag moet verdienen. Toen Reagan gekozen werd, had hij ongeveer de helft van de stemmen achter zich. En toen hij doodging, huilde Amerika. Dus toen hij kwam, nou, was Philipster geweest en de gouverneur van Californië. Ja. Dat was het al zo'n beetje. Maar gaandeweg bleek hij eigenlijk heel evenwichtig te zijn. En gaandeweg was hij heeft ook met Gorbachev toen voor die doorbraak van de muur en zo aan bijgedragen. Maar toen die doodging, hadden de mensen het gevoel dat er een vader van de natie dood was gegaan. Ja. Zo iemand heeft dan staatsmanschap opgebouwd. En wij geven te weinig gelegenheid voor het opbouwen van staatsmanschap. En we zijn veel te veel met de drukte van de dag bezig. En jij overtuigt mij niet en ik overtuig jou niet als wij alleen maar met het spelletje van de dag bezig zijn. Nee, maar dus, nou, Reagan is misschien wel een goed voorbeeld. Dat is niet per se iemand die dat heeft gestudeerd of iemand die. Maar dat kan, want in het begin hadden we dat over jongeren, weet je, eerst studie, eerst je talent ontwikkelen en dan pas politiek ingaan. Maar heeft het dan ook niet te maken dat juist mensen die niet die opleiding doen of niet eerst 80 studies hebben gedaan en dan pas die politiek ingaan, dat het ook dat leiderschap niet per se te maken heeft met. Nee, het zit in de persoonlijkheid. Ja, in de persoonlijkheid. Dus dat ook personen die, weet ik veel, bioloog, leraar, ook gewoon die leider kunnen zijn. We hadden in de tijd, eind jaren 70, hadden we een warme bakker in de Tweede Kamer, Schaefer. Die kwam hier uit Amsterdam. En een van zijn uitdrukkingen was, in Gouwhoer kan je niet wonen. En dat begrepen de mensen thuis heel goed. Maar je kan het makkelijk zeggen, in het café kan je dat ook makkelijk zeggen. Maar toen hij moest besturen, kon hij dat ook goed. Want het was iemand met persoonlijkheid. Hij overtuigde mensen door de manier waarop hij keek, weet ik wat. Daarom zei ik ook nog straks tegen jou, na het begin van het nieuwe schooljaar wist je als leerling al, bij die wordt het keten en bij die wordt het niet. Leiderschap is dat laat zich niet in de definitie leggen. Dat moet je ontwikkelen door ervaring, maar ook door de aanleg van je persoonlijkheid al. En wat wij op het ogenblik in de democratie te veel doen is kijken of je televisiepersoonlijkheid hebt. In wezen is in Nederland het hoogste doel wat je kunt bereiken bekende Nederlander worden, BN'er. Want dan ben je van televisie bekend. Ja. Maar het gezag dragen wat daarmee gepaard gaat,
Dat is een tweede punt. En in de politiek gaat het niet zozeer om je bekendheid. Maar gaat het veel meer om van hoe goed ben je om moeilijke problemen op te lossen. En als je aandacht hebt, ik denk dat jij ongetwijfeld veel aandacht hebt, al was het maar. Omdat je de belangstelling hebt en je hebt de persoonlijkheid om jezelf naar voren te vechten. Is het volgende wat je moet gaan leren is luisteren. Meer dan praten. Luisteren. En in de democratie wordt er te veel gesproken en te weinig geluisterd. En denkt u dat een Wilders een betere, sterke leider is omdat hij dus veel luistert naar de mensen? Hij luistert helemaal niet, hij praat alleen maar. Hij geeft precies de teksten af die de mensen willen horen. Maar dat is een ander punt. Maar waar komt zijn populariteit dan vandaan? Nou, dat is heel simpel. In de politiek kan je twee dingen doen. Je kan over problemen praten of over oplossingen. Over problemen is het iedereen eens. Over oplossingen is iedereen verdeeld. Dus als wij, noem maar eens wat, er moet minder verkeer komen. De files zijn te groot. Hè? Dan zeg ik als politicus, wat zijn die files verschrikkelijk groot? Dan zegt iedereen, die man begrijpt het. Maar nou ga ik zeggen, er moet meer, bijvoorbeeld rekeningrijden komen. Dan zegt de helft van Nederland, ja, hij begrijpt er geen zak van. Dus zolang ik het probleem benoem, wat is dat vreselijk in het verkeer? Zegt iedereen, die man zegt wat ik vind. Maar op het moment dat je de oplossing geeft, dan zegt de helft dan nee, daar hoor ik niet meer bij. En dus wat Wilders doet, Wilders zal nooit een oplossing geven. Een realistische oplossing. Hij geeft ze wel. Hij noemt de problemen. Hij zegt, we hebben te veel Marokkanen of weet ik wat. Hij noemt problemen en dan zeggen de mensen thuis, ja, dat herken ik. Maar als hij gaat zeggen hoe hij het probleem wil oplossen, ook met die minder Marokkanen van hem. Waar nou het proces over gaat, heeft nooit aangegeven hoe hij dat wil doen. Wil hij elke tiende Marokkaan het land uitsturen? Of wil hij, weet ik wat, toegangsnummertjes bij de grens uitdelen? Hoe wil hij het doen? We hebben nooit gehoord. Hij heeft alleen het probleem genoemd. En dan zeggen hij, hoe Nederlanders, hij heeft een punt. Die man begrijpt ons tenminste. Maar kijken we bijvoorbeeld naar zijn verkiezingsprogramma. Dat was een A4'tje. Ja. Nou, daar was alle islamitische scholen dicht. Maar niet hoe. Maar dus nee, wat kan ik maar zeggen, maar het zijn oplossingen die in principe ook niet mogelijk zijn. Hij schetst ook een beeld van dingen die niet kunnen. Maar dat is, hij sluit dus aan bij het probleem en niet bij de oplossing. Hij sluit aan bij de ergernis van de mensen. Er was een prachtige tekening, het karikatuur van Trump in de New York Times. En daar wordt het precies goed uitgedrukt. Trump die staat er als een wolf en tegenover hem staan de kiezers als kippen. En die wolf, dat is een Trump, die zegt, I'm going to eat you. Ik ga jullie allemaal opeten. En die kippen zeggen blij tegen elkaar. Hij zegt tenminste waar het op staat. Ja, nee, dus dat is... Nee, maar dat is precies het punt. Als je alleen maar duidelijk aansluit bij de boosheid of de angst van de mensen, dan zullen de mensen gauw zeggen, hij begrijpt het. Maar uiteindelijk moeten er oplossingen komen. Vroeger hadden we een ander systeem in Nederland. Toen hadden we grote partijen. Je stemde op bijvoorbeeld een christelijke partij niet omdat de leider goed was, maar omdat je christelijk was. Of je stemde op de Partij van de Arbeid omdat je arbeider was. Niet vanwege de leider. Nee. Dat geloofde je wel. Je ging op de beweging stemmen. Tegenwoordig is het heel erg gepersonifieerd. Als dat zo is, en dat draai je niet meer terug, denk ik, dan moet je ons systeem erop aanpassen. En dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een districtenstelsel moet invoeren. Laat iedereen maar proberen zijn eigen zetel te nemen. Nou, neem Wilders weer even. Als Wilders in een districtenstelsel mee gaat doen, kan hij precies één zetel halen, namelijk zijn eigen. Maar al die andere zetels en al die andere plaatsen moeten door andere mensen van de PVV dan verdiend worden. En die zullen blijken veel minder uitstraling te hebben dan Wilders. Ja. En dan betekent het dat Wilders veel minder zetels haalt. Is dat democratisch? Ja, ook dat is democratisch. Maar dan hebben de mensen achter Wilders pas echt gezien. Nu zien we alleen Wilders. En een heleboel mensen zeggen... Kunnen die politici dan... We hadden het net over, gaf voorbeeld over verkeer, over de portefeuilles. Kunnen dan mensen uit districten wel goed hun achterban vertegenwoordigen in zo'n kamer? Nou, meer dan nu. Want als je bijvoorbeeld, als jij je verkiezingen stelt voor Amsterdam, dan weet je ook dat jij naar Amsterdam gekozen moet worden. En dan weet je ook dat jij naar Amsterdam terug zal moeten om uit te leggen wat je voor Amsterdam gedaan hebt. Maar dan kom ik in de Kamer en dan wordt mijn portefeuille niet Amsterdam. Mijn portefeuille wordt misschien verkeer. Nee. Want dan is je portefeuille bijvoorbeeld verkeer, maar ook Amsterdam. Als je in Engeland ziet, ja, waar ze districtenstelsel hebben,
daar zijn al die parlementsleden besteden aandacht aan datgene wat ze als woordvoerder hebben. Maar minstens zoveel, zo niet nog veel meer, aan wat dan heet hun eigen constituency. Hun eigen kiesdistrict waar ze vandaan komen. Want daar moeten ze gekend worden. Daar moeten ze gedragen worden. En ik kan dat niet op een conflict leiden. Zelf het verkeer dat in Amsterdam is dat ik heel anders dan als jij het verkeer hebt in Maastricht. Ja, maar dat kan toch ook dat je met tegenstrijdige belangen juist heel veel moet werken. Natuurlijk. Maar je moet ervan uitgaan dat die belangen elkaar weer in evenwicht brengen in de Kamer. Maar ook die belangen van die andere streken dan naar voren komen. Zeg, jij komt in Amsterdam, uit Amsterdam in de Kamer, jij wil subsidie aan Ajax geven. Ja. Maar niet aan Feyenoord. En niet aan PSV. Ja. En er zit er ook een Eindhovenaar in, hoor. En er zit ook een Rotterdammer in die Kamer. Dus die zullen tegen jou zeggen, hallo, kom, dat doen we niet. Dus dat herstelt zich dan wel. Dus jij kan nooit in je eentje je zin doordrukken. Maar jij kan wel vechten voor de belangen van Amsterdam. En dat kan je aan de Amsterdammers laten zien. En dan heb je dus, jouw persoonlijkheid gaat dan werken. Maar wat we op het ogenblik doen, dat is dat we de persoonlijkheid wel laten werken via de televisie, voor die paar lijsttrekkers die dan doorkomen. Maar dat we eigenlijk geen idee hebben. Wie leest het programma van een politieke partij eigenlijk? En wat staat er verder nog achter? Geen idee. Maar denkt u dat die districten zullen werken? Kijk, Amsterdam is natuurlijk een grote stad. Amsterdam is natuurlijk een ander voorbeeld dan als je bepaalde districten neemt. Is Nederland wel op te delen in districten? Het ligt eraan hoeveel districten je neemt. En je hoeft niet te zeggen, we gaan districten maken waar er maar eentje wint. Je kan ook zeggen, ik maak districten waar er 3 afgevaardigd worden. Of 5. Dan neem even 5. En we hebben 150 Kamerleden. Dan hebben we dus 30 districten nodig. Nou zegt dat is Amsterdam 1 district waar 5 mensen vandaan komen. Dat kan. En dan heb je bijvoorbeeld 1 PvdA, 1 D66, 1 VVD. Ja, dat kan. Ja. Dus het ligt maar hoe je het opzet. Maar het gaat erom dat je het begrip hebt dat we hebben nu evenredige vertegenwoordiging, zoals het heet. Je ziet dus alleen nu de lijsttrekker. Wat erachter zit, weet je eigenlijk niet. En daardoor komen de partijen in de Kamer met mensen waarvan je denkt, hoe zouden die er gekomen zijn op de slippen van de lijsttrekker eigenlijk? En hoe komt dat die lijsttrekkers goed doorkomen? Nou, ook heel toevallig bij de laatste verkiezingen kreeg Samson ineens voorrang boven Roemer van de televisie. Hij ging vervolgens van zo'n beetje 10 zetels naar bijna 40. Maar hij zegt dat hij 25 zetels heeft gewonnen door die populariteit die hij ineens kreeg. Dat is 25 maar 60.000 stemmen. Dat is ontzettend veel. Dat is bijna 1,5 miljoen stemmen. Ja. Dus 1,5 miljoen mensen, moet je eens nadenken, zitten thuis. En dan gaat hun mening veranderen. 1,5 miljoen. Probeer dus voor elkaar te krijgen. Zeg. Maar het is wel gebeurd. Alleen maar omdat Samson die eigenlijk niet bestond, ineens in beeld kwam, omdat Roemer af werd geschakeld. Nou, dat is een zodanige impact op de uitslag. Je moet je afvragen of je dat moet willen. En of je dan met districten zelfs niet een veel eerlijker systeem krijgt. En een kiesdrempel, is dat iets dat we moeten hebben? Een kiesdrempel kan wel helpen, maar dan krijg je dus dat hele keurige partijen als de SGP verdwijnen. En tegen Wilders helpt het niet. Nee, maar wel tegen al die kleine. Hoeveel partijen hebben zich nu alweer gemeld? Ja, het is langzamerhand een grote kermis. Hè? Maar, voor kiezers is dat ook heel ingewikkeld. Dat je denkt, ik heb die partij. Het is natuurlijk ook, we gaan een beetje af van het traditionele partijstelsel. En we hebben heel veel meer opties. Maar werkt dat, heel veel kleine partijen? Niet zo, maar wel als je districtenstelsel hebt. Als je districtenstelsel hebt, dan komt zo'n kleine partij niet in de buurt van de zetel. Zelfs niet in Amsterdam. Dan moet je echt zorgen dat je een grote aanhang hebt. Maar dan verdwijnt de SGP wel. Nee, waarom? Als je de SGP heeft delen van Nederland waar ze het grootste of bijna het grootste zijn. Ja. Dus en in die streken kunnen ze dan ook hun vertegenwoordigers laten komen. Ja. Nee, een districtenstelsel heeft echt voordelen. Ik vind dat wij te veel gefocust zijn op het lawaai zelf. Dus iedereen maakt geluid en iedereen laat zien dat hij er is. En te weinig op het systeem. En als we het erover hebben, dan gaan we eigenlijk aan de onderkant uitwringen. En dan zeggen we, een kiesdrempel. Nee, gaan we serieus nadenken over een districtenstelsel. Ik denk dat veel interessanter wordt. En dan heb je ook dat landelijke lijsttrekkers niet zoveel. Want als jij bijvoorbeeld lijsttrekker bent voor, Maastricht. En de lijsttrekker of de grootste man van jouw partij komt op televisie, dan is er niemand in Maastricht die zich realiseert dat jij er ook bij houdt. Jij moet het helemaal zelf thuis doen. Dus de lokale televisie en de lokale democratie krijgt dan veel meer zeggenskracht. En dat is maar als onze eigen democratie dus eigenlijk al niet op orde is, of die, nou, dat zien we nu ook met al die referenda, dat de democratie werkt niet. Hoe kunnen wij dan zo stellig zijn en democratie willen opleggen in andere delen van de wereld?
Ik geef je een hand, ik ben het volstrekt met je eens. Dat kan ook niet en dat moeten we ook niet willen. Maar dat komt omdat we ons zo weinig kritisch zijn over onszelf en zo kritisch over anderen, dat we eigenlijk voortdurend als met een vingertje rondlopen naar de wereld om ze terecht te wijzen. We moeten rustiger zijn, bescheidener en zorgen dat we zelf beter worden. En zijn referenda dan een oplossing in dit probleem? Van dat burgers meer het gevoel geven dat ze gehoord worden, want dat is het grootste probleem. Burgers zeggen, ja, nee, ik stem één keer op zo iemand, maar dan weet ik ten eerste niet wie het is en wat diegene nou precies doet. Ja, maar hebben de mensen thuis nou echt het gevoel dat ze gehoord worden? Bij Oekraïne is 30% gegaan, dus 70% niet. Dat is één. Van die 30% heeft dan een kleine meerderheid, 60% geloof ik, heeft gestemd dat we dat niet moesten steunen. Dus dat is, als je de mensen die niet hebben gekozen meeneemt, denk je nou echt dat de mensen thuis allemaal vinden dat ze gehoord zijn, ben gek. Referenda, ten eerste, het gaat toch, jouw stem is misschien interessant, maar gaat pas tellen als je met genoeg bent. Dus je moet zo'n referendum een meerderheid halen. Nou, de minderheid, die verliest dan. Maar die heeft wel zijn stem uitgebracht. Ja, dan kun je zeggen, word ik nou nog gehoord of niet? Het bestemmen altijd moeilijk. Ik heb een keer een jongen bij mij in een spreekbeurt gehad in de zaal. Die zei van, u moet naar me luisteren, want ik ben jongere en ik ben belangrijk. En toen zei, jongen, als jij zo belangrijk bent, ga eerst maar 64.000 vriendjes zoeken. Dan heb je één zetel in de Tweede Kamer. Ja, maar hoe is dan? Okay, dus als jong persoon die zegt van, nou, ik vind, bijvoorbeeld ik hoor als ik naar het debat kijk, als ik kijk naar dingen die nu spelen in de politiek, gaat het vaak over de ouderen, gaat het vaak over ouderenzorg, het gaat over heel veel thema's die mij persoonlijk niet als jong zijn persoon aanspreken. En dan zegt zo iemand misschien wel, ja, ik ben belangrijk, ik moet naar mij luisteren. Maar mag er alleen naar ons geluisterd worden als we een zetel hebben in de Kamer? Of zijn er andere mogelijkheden dat er ook naar de jongere generatie geluisterd wordt? Ja, tuurlijk. Het gaat ook om inhoud. Maar neem voorbij aan dat het zwaarste argument uiteindelijk belang is. Ouderen kunnen het makkelijk zeggen. Want ouderen die vertegenwoordigen bijna in Nederland 50% van het electoraat. Dus die hebben een hele grote invloed en kunnen het ook waarmaken. Voor jongeren geldt dat ze vandaag wel iets kunnen vinden, maar over 5 jaar zijn ze niet jongeren meer, zitten weer nieuwe jongeren. En die hebben misschien wel weer andere dingen. Ouderen blijven veel langer op die positie. Als je eenmaal de 65 voorbij bent, dan ben je, weet ik wat, zeg even dat je 95 wordt, dan ben je 30 jaar ouder. Nou, zo lang ben je geen jongeren in Nederland. Nee. Dus de ouderen kunnen altijd wat sterker zijn. Maar het gaat niet zozeer om, heb ik er straks al gezegd, het gaat niet zozeer om de representatie. Het gaat erom dat je al die belangen die er zijn goed tegen elkaar opweegt. En jongeren zijn eigenlijk voornamelijk bezig met opleiden en hun persoonlijkheid vormen. Er zijn omstandigheden voor jongeren die heel belangrijk zijn. Dat is bijvoorbeeld de thuissituatie. Is die veilig of niet? Ja. Dat is bijvoorbeeld ook trouw zijn aan elkaar. Als jij in een omgeving komt waar niemand trouw is aan elkaar, dan word jij schichtig. Want dan weet je niet meer wie je kunt vertrouwen. En zal je later in het leven ook schichtiger zijn. Terwijl als je uit een omgeving komt waar mensen loyaal zijn aan elkaar, ben je het zelf ook. Ja. Nou, dat zijn dingen die voor een samenleving buitengewoon belangrijk tellen. Maar dan zeggen wij weer, daar moet je niet mee bemoeien, want dat moet iedereen zelf uitmaken. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat het wel een ding is dat jonge mensen zich, dus laten we maar weer bijvoorbeeld eigen risico in de zorg nemen. Ja. We hebben het daar vaak over, nou, die kunnen het niet betalen. Vaak mensen die, weer die ouderen of mensen met een uitkering. Maar we hebben het nooit over kinderen die bijvoorbeeld ouders hebben het niet kunnen betalen. We hebben het heel weinig over studenten die hun eigen risico op €800 zetten en het niet kunnen betalen. Je mist wel in het debat, denk ik, het perspectief of het belang wat jongeren in heel veel zaken hebben. Want ik heb ook een mening over defensie, een mening over kinderbijslag. Maar daar worden wij heel weinig, denk ik, in betrokken. En dan merk je ook van, ja, ik zit te kijken naar tv of weer naar lijsttrekkersdebat, maar ja, het gaat niet over mij. Ja, het ligt aan hoe je het ziet, hè. Jongeren tot 18 zijn gratis. Die worden die betalen al geen premie voor. Overigens wel eigen risico natuurlijk, maar dat systeem, maar je betaalt er geen premie voor. Een tweede is dat je de kosten ook moet afwegen tegen andere dingen. De meeste jongeren worden niet ziek. Als ze ziek zijn, zijn er wel. Maar het vergeleken bij ouderen is dat, laten we zeggen, 1, dat staat op 100 ongeveer. Dat is een veel kleiner getal. Vervolgens moet je ook meewegen dat, wat telt er voor je? Wat is voor jezelf belangrijk? Volksgezondheid is misschien een belangrijk thema, maar bijvoorbeeld onderwijs is voor jongeren een veel belangrijker thema. En weet je daar de goede keuzes in te maken? Dat is best heel moeilijk. En nog even terug naar volksgezondheid. Je weet wat bekeuringen kosten.
Te hard rijden bijvoorbeeld. Hè? Dat is ja, ik bedoel, 25 of 30 piek, daar heb je maar 3 kilometer te hard gereden. Het grappige is dat wij aan de onderkant worden er heel veel bekeuringen uitgedeeld, omdat er vaak te hard gereden wordt. We hebben daar geen verzekering tegen. We zeggen ook niet, die mensen hoeven dat niet te betalen. Nee. En vaak gaat het om dezelfde bedragen. Als jouw wasmachine kapot gaat, is er geen verzekering die dat dekt. Je moet je rekenen dat een aantal uitgaven die je hebt, ook al kan je ze amper betalen, tot de ellende van het leven behoort. Je schoen gaat kapot, of je jurk wordt gescheurd, of weet ik wat. Ja, dan moet je iets nieuws hebben. En het grappige is dat we collectieve voorzieningen, daarvan vinden we dat we dat ook gratis moeten hebben. Terwijl al die andere dingen, weet je dat je voor moet betalen. Waarom eigenlijk? Waarom moeten we collectief alles gratis hebben? Dat wordt ook betaald, namelijk via de belasting. Ja. En eigenlijk is het zo dat als jij iets hebt voor volksgezondheid, en je vindt dat het gratis moet zijn, dan wat je eigenlijk dan doet, is bij de buurman aanbellen en zeggen, luister eens, ik heb bijvoorbeeld een gebroken been, zou jij dat kunnen betalen? Dan zegt die buurman, hallo, schiet op, zeg. Maar dat doe je wel doordat je zegt tegen het land, ik wil dat gratis hebben. Ja. Want dan moet iemand anders het betalen. En dat soort afwegingen wordt sowieso in de maatschappelijke discussie te weinig gemaakt. Maar voor van jongeren uitgezien is dat helemaal moeilijk om dat onderscheid te kunnen zien. Want die zijn voornamelijk nog bezig om hun eigen weg te zoeken. En die hebben een hele andere manier van nadenken over de wereld dan de mensen die al allerlei andere afwegingen hebben leren maken. Dus dat jongeren nog een beetje buiten staan vind ik niet zo erg. Ze moeten zich goed laten horen. En als ze dat op een handige manier doen, dan komen ze ook wel degelijk goed door. Maar ik denk ook inderdaad dat het ligt één sowieso bij jongeren dat ze zich meer moeten laten horen. Maar ik denk dat het aan de andere kant ook niet verkeerd is als er meer naar een soort reach out, nadat ze naar een soort uitgereikt. Van hey, oké, we maken nieuw beleid. Wat is jullie toekomstperspectief daarop? Of wat weet je? Je hebt natuurlijk dat betoog van Jan Terlouw bij de Wereld Draait Door gehad, waar hij natuurlijk zegt tegen de jonge generatie, jullie zijn wel degene die moeten opstaan. En dat reken mezelf ook aan, dat we natuurlijk absoluut veel meer op die barricade moeten staan. En hallo, het gaat over onze toekomst. Maar ik denk dat de kans ons vaak ook wel ontnomen wordt om dat te doen. Dat we toch wel zeggen van, misschien, maar je zou ook kunnen zeggen dat wat Jan Terlouw heeft gezegd, dat hij dat ook tegen zijn eigen spiegelbeeld had moeten zeggen. Want wij zijn de generatie die op Tromek aan zet zijn, of net aan zet zijn geweest. Ja. En wij moeten onszelf de vraag stellen, wat hebben we er eigenlijk van gemaakt? Ja. Al met al onze idealen. Ik ben een kind van de jaren 60. We hadden Bob Dylan met The Times They Are Changing en zo. Hè? Onze generatie zou het wel even doen. Ik denk dat we best goede dingen hebben gedaan, maar ook een heleboel slechte. Dat wil niet zeggen dat we intrinsiek slecht zijn of niet goed of niet kunnen beslissen. Maar dat we in die weerwar van problemen waar we in terechtgekomen zijn, het resultaat dat we hebben gemaakt, dat er nog steeds een weerwar van problemen is. En dat zal jij ook krijgen. En jij zal nu, nou jij nog jonger bent, zou je dat, vind je dat je daar een harder invloed op moet hebben. Maar als je 10 jaar verder bent, dan denk je al, ja, maar ik heb daar 10 jaar meer invloed. Maar zijn politici te veel bezig met vandaag de dag in plaats van met de toekomst? Ook weer teruggaan naar die internationale politiek. We zijn alleen maar bezig met onze belangen nu en wat wij nu willen. En we willen in plaats van dat we kijken, wat willen we eigenlijk over 10 jaar of 20 jaar? Ja, dat zou het algemeen. Maar dat zijn niet alleen politici. Wij projecteren op politici onze gevoelens, maar bijvoorbeeld leiders van bedrijven en zo zijn natuurlijk van veel grotere invloed vaak. Bijvoorbeeld ook op het punt van milieu en zo. Het verontreinigen daarvan, dat gebeurt niet door politici, het gebeurt door bedrijven. En daar worden vaak risico's genomen die niet genomen hadden moeten worden. En dan wordt er van de politiek verwacht dat dat wel even hersteld wordt. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Om, vaak is het in andere landen of heb je er direct greep op. Maar krijgt de politiek er wel de schuld van. Ik las van de week in de krant over Volkswagen stond er in de Algemeen Dagblad grote kop, en het journaal had het ook grote kop, politici worden niet gestraft voor fouten van Volkswagen. Toen dacht ik, nee, het zou er nog bij komen. Ze krijgen al overal de schuld van. Ja. Volkswagen schommelt. Dan kan je zeggen, er is het misschien te weinig toezicht geweest. Maar luister eens, je kan niet overal een agent naast plaatsen. En als je de agent altijd de schuld gaat geven omdat jij gaat fout, de agent gaat niet fout, jij gaat fout. En als Volkswagen fout gaat, is Volkswagen de schuld. Maar als we denken dat de politiek overal verantwoordelijk voor is, leggen we de zware last op die schouders. Maar doen we tegelijkertijd onze ogen dicht waarvoor die fouten werkelijk worden gemaakt. Ja, dus inderdaad, we moeten de politie dan niet de schuld geven. Of niet alleen maar, dus, of jullie, ik noem maar even jullie generatie. Maar is dan de grootste boodschap wel voor de toekomstige of mijn generatie dan om, nou, als wij het land gaan regeren, om meer te kijken naar de toekomst en daar wel mee bezig te zijn. En vooral ook minder
doen alsof wij het beter weten dan de rest. Ja, sowieso. Sowieso. En ik zou proberen... ten eerste moet je humor houden. Ongelooflijk belangrijk. Ja. Nooit te fanatiek zijn. Om dingen kunnen lachen en dingen kunnen relativeren. En ten tweede moet je inderdaad... als je in de toekomst verdiept, moet je... niet, moet je een vast punt op de oever kiezen. Dus niet per week je mening gaan bijstellen... omdat je toevallig weer nieuwe informatie hebt. Mensen moeten van je op aankunnen. En je moet echt niet onderschatten hoe gecompliceerd de wereld is. Met andere woorden, niet te vlug iets roepen... maar proberen heel veel dingen te bestuderen. Jij bent nu begonnen op een relatief jonge leeftijd... bij de Verenigde Naties rond te lopen. En ik denk dat een van de grootste schrikken die jij daar hebt gezien... is hoe... ongelooflijk ingewikkeld het is en wat er gebeurde. Jij vertelde zelf al dat die Russen en die Amerikanen meer een beetje naar elkaar zijn te schelden. Dan denk je, kan dat niet anders? Dat is natuurlijk je eerste reactie, maar je ziet ook wel dat dat kennelijk een feit is. En als jij over 10 jaar daar komt, is het nog steeds zo. En is het eigenlijk zo, ja, en is dat zo vreselijk dat het kennelijk zo gaat. Maar overal waar jij komt, want de wereld is heel groot... en overal waar dat vliegtuig van jouw land, zie je weer een zee van mensen... die allemaal hun belangen hebben en allemaal hun instituties en zo. En dan ga je realiseren hoe ongelooflijk moeilijk het is... om dat toch een beetje leiding te geven. Het heeft ook een voordeel, hoor. Dingen lopen ook minder gauw uit de hand omdat het zo ingewikkeld is. Maar als het uit de hand loopt, gaat het ook wel erg uit de hand. En dat zie je bij oorlogen. Ja. En moet Nederland dan meer terughoudend worden in de toekomst? Wij doen bijvoorbeeld best wel vaak mee aan vredesmissies in Mali en andere. Moeten wij er dan... Helpt ons dat? We moeten onze verantwoordelijkheid nemen zoals je die op wereldschaal moet nemen. Wij zijn, zeggen ze wel, de 15e economie. Dan moet je ook die bijdrage in centen en dus ook in mensen ongeveer op dat niveau geven. Wat dan het belang? Nou, dat is dat we met elkaar bijvoorbeeld de wereldvrede moeten handhaven. Maar je moet wel zorgen dat Rusland en China en Amerika en Europa met één mond praten. Dus je moet proberen al in elkaar te investeren dat we... ook één geluid laten horen en elkaar niet via dan voor ons allemaal kleine landjes elkaar aan het beoorlogen zijn. Want dan blijft het één grote rotzooi. Als je dat gedaan hebt, dan moet je vervolgens je bijdrage leveren daaraan. Maar iets anders kan je ook intussen doen. Je kan in jezelf werken, je kan zorgen dat je zelf beter wordt. In Nederland is er nog een heleboel te verbeteren. Punt van onderwijs, punt van veiligheid, noem alles maar op. En zorgen dat wij ook indruk maken op andere landen, omdat we gewoon de dingen goed voor elkaar hebben. En als we dingen niet goed voor elkaar hebben, bescheiden zijn en het eerst beter maken. Dus aan de ene kant moeten wij dus wel, omdat wij de 15e economie zijn, waarschijnlijk meedoen in dat soort in die missies. En dan ben je ook solidair, want je weet ook als jij in de problemen komt, komen ze jou helpen, hè? Ja, dus dan komt Mali ons helpen. Nou, Mali niet, maar de NAVO wel. Dan komt de NAVO ons helpen, oké. Okay. Ja. En aan de andere kant moeten we ook meer gaan kijken naar wat er binnen ons land gebeurt. En dan heeft het dan weer met luisteren te maken? Of? Ook, en goed observeren. En wat ik over de leraar heb gezegd, blijft gelden. Een goede leraar weet precies wat jouw problemen zijn als jij leerling bent. Kijk door je heen, bij wijze van spreken. En hoeft het ook niet helemaal te vragen. En een goede leerling, die weet precies bij welke leraar die wel wat leert en waar die niks of minder bij leert. Dat soort, laten we zeggen, onuitgesproken boodschappen zitten in de hele maatschappij. En wij moeten zorgen dat mensen inderdaad zich tot goede leraar kunnen ontwikkelen, maar dan op politiek niveau, dus dat ze zich tot goede leiders kunnen ontwikkelen, die werkelijk het vertrouwen van de mensen kunnen hebben. En wat we op het ogenblik maken, dat is eigenlijk tv-helden van de dag. Ik heb en dan over jongeren gesproken. Ik weet nog wel, toen bij Big Brother was, voordat het de eerste keer was, toen degene die dat toen won, dat was Jamai, meen ik. Die werd, toen was het, een paar weken later was er een kanon van de grootste Nederlander ooit geleefd. En de ene noemde Willem de Zwijger en de andere weet ik wat. Maar de jongeren noemden Jamai. Die hadden nooit iets gedaan. Die had alleen bekend Nederlanderschap gehad. Waarom noemden de jongeren Jamai? Die kennen ze. Willem de Zwijger niet. En dan zie je weer dat televisiebekendheid vaak doorslaggevend is voor vertrouwen. Maar strikt genomen is het veel te weinig. Maar omdat het doorslaggevend is om herkend te worden en dus vertrouwd te worden, gaan ook politici te snel naar de televisiebekendheid. En dus investeren ze te weinig. Maar zijn ze wel zichtbaar, toch? Ja, maar goed, als je nou vandaag heel aardig doorkomt. Maar je maakt het niet waar. Wat kopen de mensen daar nou toch voor? Maar hoe moeten wij als burgers dan de politici zien? Dus als ze niet tv-bekend zijn, maar hoe kan ik als burger dan zien van oké, dit is een goede leider of niet? Dat is ontzettend moeilijk, omdat er vaak echt naar persoonlijkheden gekeken wordt. Naar televisiepersoonlijkheden. Toen Kok premier was, toen op een gegeven moment was hij oud en daarna gezat. Hè, toen je merkte dat hij aan zijn laatste termijn bezig was. En toen onderzocht Maurice de Hond wie hem moest opvolgen als politiek leider van de Partij van de Arbeid. Weet je wie er het grootste aantal... Mensen mochten zelf, dus hij had geen namen. Weet je wie dat won? Paul Witteman. Oké. Want die was bekend op televisie. Ja.
En maar, dus, dan zie je hoe betrekkelijk het is. Je moet weten hoeveel toneelspelers die in een bepaalde serie bijvoorbeeld dokter spelen. Dat die echt brieven krijgen van mensen, dokter, ik heb dit en dit. Ja, is geen idee. Ja. En dat is het misleidende, of ik zeg het gevaarlijke van televisie. Maar het is zo dat gebeurt. Maar politici maken daar gebruik van. En die munten dat medium uit om het idee te geven dat ze ontzettend belangrijk zijn of heel veel ideeën hebben, terwijl ze feitelijk aan het marketen zijn. Ja. Oh ja. Dus eigenlijk de boodschap die we voor de toekomst hebben is dat we vooral naar de toekomst moeten blijven kijken. Vooral niet te veel opleggen aan andere landen. En heeft u nog een laatste boodschap voor mijn generatie? Nee, ver weg het belangrijkste is optimisme. Mensen die pessimistisch zijn, die gaan geloven, het wordt een self-fulfilling prophecy, die gaan geloven dat dingen slecht afgelopen worden, cynisch en boos en ontevreden en ongeduldig. En optimisten zijn geduldig, houden de moed erin, geven vertrouwen in elkaar. Dus optimisme vind ik een van de belangrijkste dingen. En ook als de wereld om je heen wat gloomy is en wat lastig en zo, blijf optimistisch. Blijf vrolijk, blijf lachen. En met name optimistisch. Dan zal je zien dat heel veel problemen weliswaar niet opgelost worden, maar dat je ermee kunt leven en dat je in ieder geval deze wereld een stukje verder kunt brengen. En dat wens ik heel graag toe. Ja, nou, dank u wel. Dank voor het interview. Oké.